Dit is een videoproductie van inmail.nl en de Nije Krant. Stichting De Ladder aan de Stationstraat in Mil organiseert op zaterdag 21 april van 11 tot 4 uur een open dag en voorjaarsmarkt. Aan Wilma Zwartjes van Stichting De Ladder de vraag, wat staat er die dag allemaal te gebeuren? Op 21 april zetten wij de deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is in ons project, in Stichting De Ladder. Het woonhuis mag gezien worden en de dagbesteding. We hebben een marktje en allemaal heel gezellige dingen hier in de tuin. Ja. Een markt? Wat voor marktje? Een marktje, dat wil zeggen, we proberen spulletjes te verkopen die onze bewoners gemaakt hebben op onze dagbesteding. Ja. Een eigen dagbesteding, hoe vaak is dat en voor wie is dat? De dagbesteding is tot nu toe voor onze eigen bewoners op donderdag en op vrijdag. Op donderdag en op vrijdag wordt er creatieve dingen gedaan. Ze gaan naar buiten, sport en spel. Er komt een vrijwilliger die muziekles komt geven. Ja. En we houden ze bezig op hun niveau. Ja. Want die dagbesteding die is in een los gebouw. Los pandje hier achter. Ja, we hebben achter ons pand hebben we een bijgebouw gebouwd, puur voor de dagbesteding. Ja. Florian heette? Florian, dat is afgeleid van de beschermheilige van de brandweer. Oh, okay. Aangezien ons huis een voormalige brandweerkazerne was, vonden wij deze naam wel passen. Ja. Ondertussen 4 jaar Stichting De Ladder hier in de Stationstraat. Sylvia, is het geworden wat je ervan verwacht hebt? Ja, dat is het zeker wel. En ik denk zelfs nog wel meer. Ja. De zorgen die we in het begin hadden van, gaat het allemaal wel lukken? En wat komt er allemaal op ons pad af? Er is heel veel gekomen. We hebben ook in het begin niet de makkelijkste jaren gehad, maar dat is ook gezond, denk ik. Ja. En dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat we nou kunnen zeggen van, we staan. Ja. En we zijn een echt team met z'n allen. Hoeveel kinderen, hoeveel jongvolwassenen wonen er op dit moment? Er wonen 6 jongvolwassenen. Permanent. En is dat het maximum of zeg je van, we hebben nog ruimte, want waar gaan jullie vanuit? Op dit moment hebben we sowieso een stop. De laatste bewoner is 1 januari ingestroomd. Wat de toekomst brengt weten we niet. We hebben 8 kamers. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn om daar nog in uit te breiden. Op dit moment hebben we gezegd, we gaan even zorgen dat we met z'n allen lekker wonen. Want als we gaan uitbreiden, betekent dat ook personeelsuitbreiding. En ja, dat is eigenlijk vice versa qua kosten. Ja. Dus misschien hebben we het wel zo laten. Maar dan moeten we dit jaar bezien of dat gaat lukken. Ja. Stichting De Ladder, het is een kleinschalige woonmogelijkheid, hè, voor jongeren met een verstandelijke beperking. Hoe is dit idee destijds ontstaan? Het idee is ontstaan vanuit de woonbehoeften van onze kinderen. Van Jan en Wilma, de zoon, en onze dochter. Er was moeilijk een goede woonplek voor te vinden zoals wij die voor ogen hadden, dus met name stabiel. En dat is eigenlijk geweest waarom dat we hiermee begonnen zijn. We wilden ze ook niet al te ver van ons weg hebben wonen. Nee. Eigenlijk omdat we natuurlijk een sociale kring hebben opgebouwd die we graag willen laten doorlopen op het moment dat ze niet meer bij ons wonen. Ja. En dan de kinderen die hierbij zijn komen wonen, naast die van jullie, waar komen die vandaan? Nou, die komen eigenlijk heel divers uit verschillende richtingen, wat verder weg en wat dichterbij. Sommigen komen via advertenties in toentertijd op internet en via de website. En sommigen komen uit de omgeving omdat ze van alles gehoord hadden toentertijd over de ladder. Ja. Kinderen die wonen hier gewoon zoals iedereen woont. Hoe ziet een week eruit of hoe ziet een dag eruit voor de kinderen die hier wonen? We hebben verschillende schema's in de dagen. Op maandag en dinsdag gaan ze allemaal extern naar dagbesteding. Ieder naar hun eigen dagbesteding. Is ook voor iedereen anders. Zorgboerderij of werken bij Millesweert, wat hier ook gebeurt. En als ze thuis komen, dan hebben ze eigenlijk meestal wel een vast ritme van het douchen, het opknappen, even een filmpje kijken of even wat spelen aan tafel, wat schrijven of wat muziek maken. Dan wordt er gegeten. Na het avondeten gaan we eigenlijk altijd even aan de wandel met de meeste bewoners. Sommige bewoners zijn dan al wel echt op van de dag en vertrekken richting bed. Of hebben een rustuurtje en dan wordt er nog even gezellig koffie gedronken voor de televisie, net als in ieder gezin. Ja.
En dan is het bedtijd. Op woensdag zijn ze allemaal thuis. Dat is onze poetsdag, zeggen wij altijd. Dan poetsen we wat en dan doen we van alles wat. En op donderdag en vrijdag hebben we dagbesteding op ons eigen terrein. Als je naar de dagbesteding kijkt, ik zei net van ja, op dit moment is het alleen voor onze eigen bewoners. Zijn er ook nog plannen om anderen hierbij te betrekken? Nou, die mogelijkheden die sluiten wij niet uit. Het zal afhankelijk zijn van of de bezoeker bij onze bewoners past. Mm-hmm. Ja, ze moeten toch wel qua niveau een beetje gelijk zijn. Ja. Jullie zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers? Ja, daar zijn we eigenlijk aanhoudend naar op zoek. Dat valt niet mee. Mensen hebben toch een bepaalde drempel richting onze doelgroep. Maar dat proberen we wel weg te nemen. We merken ook op het moment dat mensen wel bij ons binnenkomen, dat ze eigenlijk allemaal verliefd worden op onze kinderen. Ja. We zoeken vaak mensen die mee willen helpen in een chauffeur, de kinderen wegbrengen naar de dagbesteding. Of gewoon gezellig een avond zeggen van, nou, ik vind het wel leuk om een keer mee te gaan wandelen. Ja. Onze begeleiding is er ook gewoon bij aanwezig, maar het is een meerwaarde om ook met andere mensen in gesprek te gaan. En daarom vinden wij het gewoon leuk als er iemand aansluit. Of misschien wel een keer mee koken of wat helpen met het poetsen. Eigenlijk voor van allerlei zaken kunnen wij wel handjes gebruiken van mensen die het leuk vinden om met onze doelgroep samen in contact te komen. Op 21 april, dan kan iedereen het komen zien hoe het er hier uitziet. Volgens mij is er wel heel veel belangstelling voor, want als ik zo hoor, mensen zijn altijd wel geïnteresseerd in dit project, hè? Ja, wij verwachten eigenlijk toch wel heel veel bezoekers, ja. Vooral Mils volk, maar ook van buitenaf, denk ik. Goed zo. Heel veel succes. Dankjewel. Tijdens de open dag en voorjaarsmarkt zijn er diverse stands, waaronder onder andere ook Bardoel Paling en Gerrits Eieren. Maar ook is er volop vermaak voor kinderen. Meer weten over Stichting De Ladder? Bezoek dan de open dag op zaterdag 21 april van 11 tot 4 uur aan de Stationstraat in Mil. Of zie nu alvast www.stichtingdeladder.nl.